Dames en heren, goedenavond. We gaan vanavond weer enkele nieuwe boeken voor u bespreken. Dat zijn vier boeken die op de een of andere manier te rangschikken zijn onder het kopje de literaire reportage. Maar dat begrip ga ik meteen loslaten, want dat is misschien wel een heel Nederlands begrip. Waar het om gaat is dat ik vier boeken heb uitgezocht die allemaal geschreven zijn door schrijvers die hun bureau verlaten hebben en naar buiten zijn gegaan. Dat is een genre dat zo'n beetje soms tussen de journalistiek en de literatuur inzit. En dat iets zegt over de andere inspiratiebronnen, de andere bronnen behalve de verbeelding bedoel ik. Ik heb gekozen voor boeken die uit alle mogelijke hoeken komen. Er komt er een uit de Verenigde Staten van Amerika, en uit Zuid-Amerika, en uit Frankrijk en uit Nederland. En we proberen aan de hand van die boeken het brede spectrum van dit genre te laten zien en iets te zeggen over beschouwen, observeren in de literatuur. Het zijn de nieuwe boeken van Nicolas Matsir, Dicht bij huis. Een boek uit Frankrijk, Daniel Salenave, Gepasseerd station. De nieuwe Gabriel García Márquez en een boek van de Amerikaan William Volman. Ik praat erover met Aleid Truijens, een bekende gast in het programma inmiddels. Met Dirk van Weelde, eveneens een oud-gediende hier. En met nieuw Benno Barnard, Belg uit Keuze, Sudeten-Nederlander in Antwerpen en schrijver van menige literaire reportage. We beginnen met Nicolas Matsir. Het heet tenslotte Dicht bij huis, dus laten we Dicht bij huis beginnen. Er was een paar jaar geleden van hem die roman die zoveel indruk maakte, Gesloten huis. Nu is het de omgeving van dat huis. Kleine tochten, kleine stukken over ogenschijnlijk onbelangrijke onderwerpen, maar die toch met een enorme allure neergezet worden. Aleid, laat ik eens met jou beginnen. Jij hebt Gesloten huis gelezen. Ja. Zie je dit als een voortzetting van het Gesloten huis? Uit het huis naar Dicht bij huis? Nou, een beetje wel. Het begin van Gesloten huis, meen ik me te herinneren, gaat over voorwerpen in het ouderlijk huis en nou, die geschiedenis die daaraan kleeft. En nu is het zijn eigen huis, zijn eigen gezin en daarmee een voortzetting van zijn eigen geschiedenis. Maar het is, het groot verband ontbreekt hieraan. Dus het is toch, het is toch weer heel anders. Het verband is zo'n obsessie voor alledaagse dingen. Ja, voor alledaagse dingen. Er staat een stukje in over het Allemansslot. Over de loper. En het belang dat die loper had voor... Dat sluit erg aan bij Gesloten huis. De weemoed waarmee hij over stofmandjes en theezeefjes... Dat komt hier ook in terug, in sommige stukken. Ja, dat stofdoekenmandje en het knopendoosje uit Gesloten huis zijn fameus geworden. Ja. En hier zit toch in zekere zin een voortzetting in. Ja. In het vinden van die alledaagse dingen. Ja, alledaagse dingen. En hij maakt het... Hij laat grote theorieën los op kleine dingen. Dat is zijn kracht waarschijnlijk. Hè? De cultuurgeschiedenis van de baard, geloof ik. En de cultuurgeschiedenis van de groet. En de enorme klassificatie van huishoudelijke taken. Dat is zijn... Ja, het is wel alsof hij altijd een naslagwerk wil schrijven... zodra hij een trivialiteit heeft ontdekt. Ja. Ben je van gecharmeerd, Dirk? Ja, zeker. Nee, ik vond het echt leuk om te lezen. Echt, en ook heel vaak knap gedaan. Maar wat ik bij jou vind mis en wat mij zo het meeste nog eraan opviel... hoe onvoorstelbaar verontrustend het is. Dat iemand dus bij zijn volle verstand gegijzeld wordt... door dat soort microgebeurtenissen. Mm. En dan dus echt inderdaad het verlangen naar een... door de eeuwen heen... verantwoorde cultuurgeschiedenis als het ware uit de kast moet halen als wapen om zich weer te bevrijden van die trivialiteit. Hij is erdoor gevangen, door die kleinigheden. Zijn vijand is niet zozeer dat tentstokje achter de verwarming. Nee, zijn eigen bewustzijn, wat zich volledig richt op het tentstokje, daar wil hij weer uit weg. Hij wil bewerkstelligen dat hij weer aan andere dingen kan denken. Mooi voorbeeld is het verhaal van de gestolen fiets. Op een bepaald moment is de fiets weg. Dat is natuurlijk een dramatische gebeurtenis, dat staat al vast. Die blijkt een straat verder bij een slagerij te staan met een kapot slot. Het drama is niet dat die fiets verdwenen is. Het drama
drama is dat hij eigenlijk niks voelt bij het verdwenen zijn van die fiets. Ja. En daar gaat het stuk over. Dus het gaat gewoon verontrustend voor hem. Ja. Dat is de fiets maar niet. Het is toch prachtig dat dat de grootste gebeurtenis in iemands leven is. Dat zegt toch veel over onze samenleving. Dus dat vergelijkt met het ontvoeringsbericht van Gegijzeld gesproken. Waar mensen compleet gekidnapt worden door drugsbronnen en zo. Dan zegt dat natuurlijk heel veel over onze samenleving. Ja. Met de rare paradox hoe beschaafder je bent, hoe minder interessant het wordt voor een schrijver. En dat, in dat opzicht vind ik het heel knap. Dat hij een soort museum van de banaliteit ontwerpt. Ik moest aan twee Nederlandse schrijvers denken. Namelijk, misschien tot jullie verbazing, maar aan Kap Michel. Ik vind het eigenlijk in zijn thematiek afwijkende en misschien een modernere vorm wat onderwerp betreft van Kap Michel. Het zijn allemaal antrifileutjes, het zijn een soort columns. En als ze dan heel vaardig. En de andere is aan Bowmans. Ik ben ervan overtuigd dat hij waarschijnlijk niet rechtstreeks, maar heel indirect, via een soort rare stilistische genealogie, door Bowmans is beïnvloed in zijn stijl. Ik heb het niet daar geloof ik niks van. Nee, waarom niet? Dat kolderieken en naar een point toe werken van Bowmans, dat zit hier juist helemaal niet in. Niet het kolderieken. Vind je niet dat het naar een point gaat? Ik vind juist wel dat hij iedere keer... Wel een point, maar niet de komische point. Nee. Het is juist een bezwaar. Dat zeg je nu, maar ik bedoel, als je zo'n verhaal neemt... Zo'n verhaal over bijvoorbeeld... Hij vertelt dan hoe hij door een deurenfabrikant wordt benaderd. Ja, dat is een lollig... Ja, maar er zijn meer van die dingen met een heel subtiele humor. Ik bedoel, meer dat soort stilistische wendingen die dan werkelijk ook mijn lachspuren werken. Dan denk ik van, dat is de invloed die Bowmans heeft gehad op het Nederlandse korte proza. En dat vind je op een heleboel. Ik moest ook heel erg aan Jan Hanlo denken. Ik bedoel, je hebt dan zeg maar het oude hoeren, wat Reven doet. Dat zijn de grote zaken des levens die zeg maar voortgetrokken door de modder van het dagelijks leven worden beschouwd. Dan heb je het leuteren, dat is meer het kruisbestuiven van meningen over de wereld. Daar hebben we ook een boek van. Ja, dat komt straks. En dan hebben we het eikelen, zeg maar, van Hanlo en Matsier. Die dus met een soort, bijna echt duizelingwekkende precisie, zeg maar, microgebeurtenissen tot onderwerp nemen. En niet zozeer dat ze dat het speelveld maken van het hele leven, maar ze maken het wel, zo groot dat het op zijn minst komisch werkt, ook als er geen grappen gemaakt worden. Beluister ik in je woord dat je zegt, zo houd ik u nu voor, deze drie, het ouwe hoeren, het leuteren en het eikelen, toch het meeste van deze is het eikelen. Ja, dat is het deze is het eikelen. Ja, dat geloof ik wel. Een blasfemische paraphrase. Ja, omdat daar is het waar het contrast is het grootst. Ja. Snap je? Je neemt zulke kleine dingen, zonder meteen tot het allergrootste te gaan. Werkt dat op jouw lachspieren? Ja, ik heb een paar keer verschrikkelijk hard moeten lachen. Ja. Echt hard op lachen? Ja. Ja, ja. Jij zegt... Ja, maar dus echt dat je... dat het dus... Maar het is altijd een beetje dat je denkt... Jezus, dit is niet gezond meer. Snap je? Dus het is niet gewoon... Ja, maar cultiveert je ook niet zo'n hij maakt een grapje, nee. Ja. Het wordt gewoon een beetje griezelig raar. Zo, ja, dat het meta-leven is het. Ja. Ja, vind je echt dat het griezelig raar wordt? Vind je niet dat het een pose is van... ik ben de onhandige man par excellence. Er is een verhaal hoe hij twee lampjes gaat kopen in de stad... omdat hij nog steeds geen gloeilampjes had ingedraaid. En dan weet ik bij het begin van dat verhaal al... hij komt niet met hele lampjes thuis. Dat gaat hem niet lukken. Nee, maar wat ik het mooiste aan het verhaal vind... is dat hij eindigt met de vaststelling... dat hij iets mysterieus zit aan het feit dat hij met twee lampjes is vertrokken. Ja. Daar is dus de humor weg. En wordt het twee keer zo raar als het was. Want dat het zeg maar voor de hand ligt om überhaupt over twee lampetjes schrijvers er een kapot gaat. Oh, rijdt een auto overheen. Hij kiest ook nog zijn Amerikaanse slee en zo. Heel langzaam. Heel lekker. Echt filmachtig. Lullig. Maar dan zegt hij aan het eind. Ja, maar het allerraarste is nog. Ik ben met twee lampjes vertrokken. Ja. Dus hij weet opeens niet meer. Ja, waarom heb ik twee lampjes gekocht? Snap je van... Ook weer een beetje een angstige gedachte. Er was voorbestemd of zo dat ik die auto moest tegenkomen. Ja. Dat, net als met die fiets. Ja. Ja, dat had moeten gebeuren. Kan jij het achter elkaar doorlezen? Ja, hoewel ik de neiging... In drie sessies, zeg maar. Je bent toch meer geneigd om een paar stukjes en dan te gaan slapen of... Het heeft op mij wel het effect van snoepgoed. Als je er een aantal gehad hebt, dan precies. Is het wel mooi geweest. Ja. En hoe zwaar til je aan wat Benno zegt, het tekent wat voor problemen wij hebben. Als het probleem dat je hebt niet je gestolen fiets is, maar het sentiment over de gestolen fiets. Ja, zo heb ik het niet. Dat is geen kritiek, hè? Dat is gewoon een sociologische constatering. Ja. Nou, er maar zit wel toch dat... een licht morele ondertoon in. Voor iemand, helemaal niet zo. Nee, ik bedoel het gewoon een sociologische constatering. Een schrijver leeft in een omgeving en doet iets met die omgeving. Dat is namelijk gebruikelijk.
Ja, maar het is ook zo, omdat hij zo precies observeert, heeft hij meer dan genoeg aan die taartpunt van de Jordaan. Want anders zou hij helemaal gek worden als het meer werd. Ja, want dit is al zo. Ja, daar moet je niet aan denken. Hij moet geadviseerd worden. En het buurmanschap en het computer. Dat is allemaal zo. Ook heel herkenbare dingen in, vond ik, over het schrijversleven. De kleine wederwaardigheden van de schrijver. We hebben een prachtig stuk over Brodsky die kon signeren. Ja, dit is een dat is heel leuk, want dat is zo herkenbaar. Iedereen die wel gesigneerd heeft, kent dat. En die gek die dan komt er een gek met zo'n stapel boeken en krantenartikelen en je moet alles signeren. Toch spreekt juist die verhalen, ook zijdens Matsier, een enorme referentie voor de literatuur. Zeker. Er staat één verhaal in, dat hij in Frankfurt tijdens de Boegmessen is en dat er dan vanwege zijn uitgeverij er bezig bij een verdeelprobleem is met de kamers. Dat is een leuk verhaal, en dat hij even mag vertoeven in de kamer van de grote pijproker Ali als moeders heeft vertoefd en dat nog een sliert van die rook aanwezig is. Ja. En dat wordt opgeschreven alsof hij in de kamer is waar Christus net even geweest is. Wat toch een rare combinatie zou zijn. Neem jij genoeg mee, Dirk, dat hij zo dichtbij blijft? Of zou je hem wel eens de Jordaan uit willen sturen? Ik heb daar geen... Het irriteert je niet? Nee, maar kijk, als ik dit geschreven zou hebben, zou ik denken, zo, nou wat anders. Maar dat wel. Ja, nou ja, er is een trits gesloten huis, dichtbij huis, dus het volgende deel zou ver weg kunnen worden. Ver van huis. Ver heen. Ik heb natuurlijk een listig bruggetje geslagen nu. Want het tweede boek van ons stapeltje, dat is William T. Vollman. Een jonge, heet dat geloof ik, Amerikaanse schrijver. Die een boek geschreven heeft dat The Atlas heet. Daarin komt zo mogelijk de hele wereld aan bod. Ook korte stukken. Uit alle mogelijke hoeken en gaten van de planeet geschreven. Kende jij Vollman, Dirk? Ja. Je kent hem van zijn romans? Ja, ik kan niet zeggen dat ik alles heb gelezen, die historische romans niet, maar die meeste andere boeken heb ik wel gelezen. Was je verrast door die Atlas, waarin hij totaal iets anders doet dan in die grote romans? Wat mij betreft is het interessantste de opeenstapeling en dat je daarin een beetje als lezer verdwaalt. En dan word je kwetsbaar. Dan word je net zo kwetsbaar als hij. Hij is ook eigenlijk constant verdwaald. En waar je als lezer verdwaalt, dat is dus in de ruimte tussen verteller en auteur. Want die vallen niet samen. En hij laat je voortdurend geloven dat ze bijna hetzelfde zijn. En dan worden ze weer, wordt het verschil groter. En die onzekerheid, die is eigenlijk, dan lokt hij je in precies dezelfde positie waar hij in zit. Ik bedoel, hij is een schrijver die zegt, ik wil over andere levens schrijven, maar dan zal ik dat leven moeten delen. Dan ga ik in anders leven zitten. Ja. En daarmee doet hij ook hetzelfde. Aan de ene kant speelt hij een spelletje met zijn identiteit. Hij moet voor een deel, kan hij niet zijn wie hij is, maar hij moet wel blijven wie hij is, anders kan hij het nooit opschrijven en wordt hij erop gevreten. Hij maakt zich heel kwetsbaar en tegelijkertijd moet hij er weer uit weg kunnen. En wat hij de hele tijd probeert is om geen verraad te plegen aan die levens die hij tijdelijk deelt. Nee. Maar hij moet wel de schrijver blijven. Ja. En snap je? Dus je bent als lezer dus op precies dezelfde onzekere plek en een beetje kwetsbare plek gelokt als hij zich de hele tijd begeeft. Ja. En dat heeft iets. Dat is het fantastische eraan. En tegelijkertijd heeft het tot gevolg dat die enorme reizen over de hele wereld steeds weer op hetzelfde neerkomen. Want wat hij natuurlijk doet, is de hele tijd eigenlijk een heel klein stelsel van kwetsbaarheden en vragen en verlangens projecteren. En hij krijgt dat natuurlijk steeds weer terug. Ik bedoel, het maakt hem goed niet meer uit of hij nou eenzaam is bij dat Eskimo-meisje of bij die hoer in Bangkok. Nee, hij is altijd eenzaam, waar hij ook komt. Ja, en hij ziet zijn eigen treur. Hij gaat naar dat Bosnië-Herzegovina toe, daar gaat hij een aantal keren naartoe. Nou, dat is voor ons bekend materiaal, uit allerlei krantenberichten bekend. Wat doet hij nou anders? Hij doet alles totaal anders. Hij is daar, hij loopt daar rond. En hij denkt, mijn god, ik ben hier en nou, hij voelt voortdurend de dreiging om overhoop geschoten te worden. Hij voelt een denkbeeldig gat al in zijn achterhoofd. Maar hij voelt zich bedreigd en tegelijkertijd weet hij dat te overwinnen. En dat is heel goed door het lijkenhuis binnen te lopen. En daar ziet hij de meest verschrikkelijke dingen, uiteenspattende magen en mensen die door wormen uit gezichten, stukken. Ja, afschuwelijk, aan stukken gereten mensen. En vervolgens loopt hij naar buiten en dan, dat is een prachtig, prachtige scène. Hij is opeens niet meer bang voor de dood, want in plaats daarvan is hij bang
Dat de maag uiteenspat. Jij doet dus zo. Het gaat niet meer. Ja, ik heb dus een totaal andere ervaring. Ik vond het een walgelijk stuk over die morgue. Ik vond het echt walgelijk. Het esthetiseren van een morgue en het chic doen met je eigen kuifjesachtige machismo. Dat helemaal niet. Nee. Ik heb het boek niet eens uitgelezen. Ik vond het vreselijke, pretentieuze afstellerij. Nee, absoluut niet. Waar lag die pretentie aan wat jou betreft? Waar lag die pretentie aan wat jou betreft? God, uiteindelijk. Ik ken zijn andere werk niet. Hè. Dit is het eerste wat ik. Het gaat over dit. Ik ga over dit boek. En dan zie ik iemand die dus onvoorstelbaar veel reist naar allerlei plekken waar ik veel te burgerlijk voor ben. En dat denk je bedoelt, ik, dus het omgekeerde van wat zie je, zal ik maar zeggen. Ja. Totale tegendeel. En dan denk ik van, oké, daar maak je dan reportages over. Dat doet hij, want dat zijn allemaal van wat hij dan noemt handpalmstukjes. Ja, handpalmromannetjes van een paar pagina's. Ja. Dat is iets waar ik niet zo van hou, maar dat is natuurlijk geen verwijt. Dat is mijn smaak. Maar vervolgens zit hij dat, hoe moet ik dat nou noemen, op te luxen. Tot een soort. Nee, maar goed, zo. Het is mijn mening. Ja. En het irriteerde mij geweldig. Zo irriteerde. Het esthetiseren. Het esthetiseren van. Kijk mij eens. Hij mist de bescheidenheid van de journalist. Ook door de manier waarop je dat boek dan als een palindroom opbouwt. Bescheidenheid van de journalist, dat is een uitdrukking die mij toch voor raadsel stelt. Maar... Een goede journalist die een verslag heeft van Bosnië-Herzegovina. Ik heb er een paar boeken over gelezen. Verdwijnt toch tamelijk uit zijn werk. En schrijft wat hij ziet, registreert, observeert. Daarvoor leest hij dat. Maar hij heeft tegelijkertijd een enorme literaire pretentie. Die misschien in zijn andere werk waarmaakt, dat weet ik niet. Waarvan ik dan denk van, maar dat maak je het voor mij niet waar. Als ik dat vergelijk met hoe bijvoorbeeld Daniel Salanave over Oost-Europa schrijft. Nee, maar ik bedoel, dat vind ik dus een... Maar dat is volstrekt subjectief. Ik geef dat grif toe. Wat ik gek vind is dat juist wanneer jij het over Bosnië hebt... dat ik vond dat hij te bescheiden was. Hij heeft het alleen maar op een, naar mijn idee, virtuoze wijze... over wat daar loos is door een... man op te voeren van wie hij een auto heeft gehuurd... met wie hij met twee vrienden op een mijn is gereden en beschoten... en allebei zijn vrienden zijn dood. Maar hij vertelt alleen maar over het gesprek met die man... van wie hij die auto heeft gehuurd. En wat daar mis is in Bosnië, op de een of andere manier... dat blijkt alleen maar uit dat gesprek met die man. Ja. Die zegt van, maar luister... jij bent daar naartoe gegaan en je wist dat het gevaarlijk was... en het is wel mooi mijn auto en wie vergoedt dat? Ja. En de koudbloedigheid waarmee die man dat gesprek voert en op een goed moment en totaal geen interesse aan de dag legt voor het feit dat zijn vrienden zijn gesneuveld en dat hem dat misschien, laten we zeggen, wat ongeschikt maakt op dit moment om daarover te onderhandelen. Dat is goed. Dat is virtueus, niet door wat er staat, maar door wat er niet staat. Ja. Wat hij doet is betrekkelijk triviale gebeurtenissen ter hand nemen... en die geen perspectief geven, maar die accepteren voor wat ze zijn. Precies wat je zegt over die onderhandeling met die auto. Dat gebeurt met die Eskimo's. Maar dat vertelt toch heel erg veel. Niet alleen hoe het is om daar te zijn als buitenstaander. Maar let op, nou komt maar het. Maar nou komt het, want wat daar mis is... Want wat er gebeurt is dat hij in bijna al die verhalen... dan tenslotte toch weer op zichzelf komt. En het over zijn eigen eenzaamheid... of zijn eigen ikje, of zijn eigen identiteit. Dat is de beperking. Het is alsof je die hele atlas gebruikt... om voortdurend iets over zichzelf te zeggen. Het is de wereld waarin ik woon. Eigenlijk wordt de wereld steeds kleiner. De sfeer van ten eerste dat hij al die invalshoeken... Het is goed bij die auto, maar hij doet dat voortdurend. Ik heb voortdurend het idee van... God, wat heeft hij hier weer gezocht naar een originele invalshoek? Ja? En vervolgens is dat eigenlijk het geheel dat je de indruk krijgt van... Bosnië-Herzegovina of de prostitutie in de derde wereld. Dat zijn interessante illustraties van de existentiële eenzaamheid van de auteur. Maar hij zoekt het ook op. Dus ik gaat overal. Het is bloed, het is leven, het is direct. Hij zoekt het wel direct op. Hij zoekt het op, dat kun je niet op. Maar vind je dat koket? Ik vind het koket. Ik lees verschrikkelijk subjectief. Ik kom een vent tegen. Hè? Je leest proza dat als een man op je afkomt. en die vent die irriteert mij. Ik vind het een vervelende vent. Dat kan hij ik komt nu als een toerist op je af. Ik kan dat wel rationaliseren, maar die vent die irriteert mij. Ik zeg, je doet niet zo duur. Wees gewoon journalist of schrijf een roman. Ik snap de pretentie niet die jij erin ontwaart. Ik vind het journalistieke stukken met een soort Borgers-achtige literaire pretentie. Nee, zo van, nu gaan wij een groot anagram van de wereld maken. Ja. En daartoe reizen wij, op kosten van God maar weten wie allemaal, de hele planeet af. Bladeren die jij niet leest, blijkbaar. Ik vind het zo chiquer allemaal. Helemaal niet. Jij zegt helemaal niet. Nee. Je helemaal niet. Het is goed dat we het oneens zijn, dat maakt het gesprek interessant. Totaal onchic, dat vind ik het goede ervan. Maar wat is er dan onchic aan het feit dat je de hele wereld nodig hebt om je eigen identiteit vast te stellen? Nou, hij heeft dat niet nodig. Hij doet dat en de ander blijft in de Jordaan. Dat maakt ook niet uit. Maar hij heeft zo'n... Maar die Jordaan is sympathieker, als ik het gewoon... Nee, dat vind ik per se sympathieker. Hij heeft een geweldig
vermogen om zich om totaal op te lossen in zijn omgeving. En als hij in Burma of Thailand is, dan is hij daar met my wife came in. Hij is daar ook onmiddellijk getrouwd 2 weken lang. Hij, in de sloppen van Mexico ziet hij zijn eigen huisje weggeveegd. En dat, ja, totaal hij identificeert zich ermee. Authentieke nou, emoties. Verder. Het gaat verder. Hij wordt het een hij beetje. Hij wordt het, ja. En in hoeverre hij het wordt en in hoeverre hij zelf de baas is van dat worden van zo iemand als met wie hij dan tijdelijk leeft, dat is onduidelijk, dat is labiel. En die labiliteit, die maakt dat ik het... Ja, maar Dirk, is hij daarin niet de ultieme toerist die snel het Volendammer pakje aan wil trekken op het moment dat hij in Volendam is? Nee. Want in al die verhalen... Een toerist gaat niet iemand in de auto smokkelen en het is een beetje wild westen. Het is een honest man fun in de wildere gebieden. Ja, het is een moloot. Het is inderdaad, laten we zeggen... Het is op een rare manier bewonderenswaardig, maar het is ook, zeg maar, wat jij bedoelt... Volgens mij, dat is de walging die je voor iemand kan voelen... die inderdaad het niet kan helpen om wildvreemde vrouw aan te spreken... en dan in zijn gezicht gespuugd te worden en het dan echt in ieder land doet. Ja. Dat zei een vriend van mij, die zei toen hij dat las, van ja, dat zo'n soort jongen is het. En dat zijn inderdaad misschien wel heel vervelende jongens. Dat is fascinerend, maar als je 3 keer in je gezicht gespuugd bent... dan zou je iemand aanraden voortaan deze situatie ja, te maar precies die, ja, maar die rare... Ik bedoel, iedere keer... Nee, maar ik bedoel... Hij weet... een verhaal op gang te brengen wat verder gaat dan zijn persoonlijke afwijking of eenzaamheid. Ja, daar geloof ik dus helemaal niks van. Ja, want hij gebruikt die verhalen steeds daarvoor. Ik bedoel, ik vind dat, ja, dat, ik vind dat een aantal ik ben verhalen daar ook lang een goed. Beetje. Ik ben daar ook ja, een ik beetje. Dus helemaal niet, maar jij kunt je blijkbaar toch identificeren met de ik-figuur. Ja. Op een of andere manier. Of in ieder geval met diens perspectief. En dat is benijdenswaardig dat je dat kunt. Dus kennelijk is hier sprake van een gedeelde poreuze identiteit. Ja. Ik wou naar een volgend boek toe gaan. Ja, het twijfel. Dat komt niet vaak, dat ik jou in één keer stel. Nee, maar een citaat van mijzelf. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ken mijn klassieke Dirk. Kunnen jullie niet weten. Daniel Sarenave, gepasseerd station. Een heel ander soort reiziger, een Franse schrijfster... die een zekere passie heeft voor Centraal-Europa, voor Oost-Europa. En die daar na 1989 gaat kijken hoe het met ze is... Benno, kon je je in dat boek vinden? Ik vond het een prachtig boek, ja. Waarom? Ook dat is weer voor een heel groot deel... Je moet goed beseffen, ieder oordeel over literatuur is in hoge mate natuurlijk subjectief. Dat kunnen we wel heel interessant... Maar het is zo. Een van de redenen waarom ik het prachtig vond... is gewoon dat ik erg geïnteresseerd ben in Centraal-Europa. Luister je of zit je ja, bij nee, het? Ja, zeker. Ik heb twee dingen tegelijk. Ik luister. Ik heb een grote passie en ik ben op een aantal van die plekken... die ze hebben beschreven, ben ik ook geweest. En dus ik herken dan een aantal dingen. Terwijl mijn idee over een heel grove definitie te geven... wat ik interessant vind in de literatuur... is als je een mengeling hebt van herkenning en vervreemding. Dus je krijgt iets nieuws, maar het is wel op een fundament van... een soort gemeenschappelijke ervaring of een gemeenschappelijke kijk op het leven. Of een, maar wat voor herkenning had je? Nou, bijvoorbeeld, zeg eens van die voorbeelden van dingen die zij daar hoort. Je hebt een typisch, ik moet versimpelen natuurlijk... Hè, maar een soort centraal-Europese manier van redeneren... in al die voormalig communistische landen, die onmiddellijk herkenbaar is. Een hoek waaronder men tegen filosofische vragen aankijkt... die wij niet zo kennen. En daar geeft ze dan voorbeelden van een citaat. Bijvoorbeeld, er is zoiets, dat staat hier ergens... Nou, dat heb je wel helemaal uitgelezen, zoals ze. Ja, ik heb het geheel helemaal uitgelezen. dan heeft het over een Hongaarse historicus. En die heeft dan een theorie over geschiedenis als een resultante... van overeenstemming of tegenstelling tussen optimisme of pessimisme... van het karakter en optimisme of pessimisme van de wilskracht of de gedachte. Dan blijkt dat daarmee bedoeld is, je hebt het type Robespierre... dat absoluut pessimistisch is over de mens, maar optimistisch over de kracht van de ideologie... Nou, dat heeft menige edelman kunnen ondervinden aan de lijve. En je hebt het omgekeerde type. En dan schakelt ze zichzelf niet uit. Want zegt ze, wij moderne gedesillusioneerde communisten... zijn oude Franse communisten... die slechts aan de lethargie ontsnappen... door ons historisch pessimisme te corrigeren... via biologisch optimisme. Met andere woorden, ideologisch is het communisme een puinhoop, blijkt. Maar ik heb toch nog vertrouwen in de mens. Ik deel die visie niet, maar het is wel een gedachte... waar ik een dag over loop te denken. Ik vind dat buitengewoon interessant zoiets. Bovendien, je kunt dat hier niet uit opmaken misschien... maar vind ik het op heel veel plaatsen prachtig geschreven. Dirk, heb je er veel gedachten uit meegenomen... waar je dagenlang over hebt kunnen piekeren? Nou, ik... Ja...
Ik heb me een aap gelachen. Ik vond het Sjefke van Oekel literatuur. Iemand die uit inderdaad een boerendorp komt en werkelijk bij iedere zonsondergang in Split of Dubrovnik denkt Shakespeare te moeten citeren. En zowel Shakespeare slaat dood als de zonsondergang in Dubrovnik. Zodat ik overblijf met ja. Als er nou iemand hier duur doet, dan is het mevrouw Solenave wel. Dat is verschrikkelijk. Ik super komisch dus ook. Dus ik bedoel, de tegengestelde ervaring van Volman, ja, ik begrijp het. Precies. Ik bedoel, zij probeert... God, dat leuk vak. zij komt bijvoorbeeld de Universiteit van Praag binnen en wordt overvallen door ontroering. Dat staat ook letterlijk, ja. Ontroering. Ik ben waarom? Ook als Universiteit van Praag binnengekomen. Ja, ik ben ook overvallen door ontroering. Dus. Ja, maar waarom? Waarschijnlijk ben ik maar, dan wil ik weten wat ze met dat, laten we zeggen... Ja, een soort finishvlag in de literatuur is dat, hè? Ontroering. Dus de finish is in zicht, zullen we zeggen. Hè? Dus, ja. Ontroering! Zwart-wit geblokte vlag. Dan wil ik weten waarom. Wat is er gefinished? Welke gedachte of ervaring of gedachte is hier over de finish gekomen? Een school bestaat. Ik dacht dat jij de Finse vlag bedoelde. Ik begreep het niet. Nee, je bedoelt de finishvlag. Van de finish, ja. Ja, maar welke gedachte is er dan over de finish gekomen dat er een school bestaat? In de geschiedenis van de mensheid dat een school bestaat. Dat vindt zij een ontroerende gedachte. Dan lig ik dus dubbel op de bank. Dan heb ik genoten van het boek, is het dubbel op de bank. Ze komt bij de grens van de stad, ze ziet de naam van de stad. Ze schiet helemaal vol. Ja. Nou, ik vind dat dus Sjefke van Oekel literatuur. Ja. De toeristenkampioen zou op haar een geweldig effect hebben. Ja, ik bedoel, zij hoeft maar een heuvel met druiventrossen te zien. Zo. Ja. En dan, oh, Frankrijk. Ja. Weet je wat, zo iemand. Ik vind dat dus echt er zielig bijna, want ze weet ook wel dat het nogal tekort schiet. Dus wat doet ze? Ze zegt, we zaten in de trein en de mensen hadden allemaal banale praatjes over nieuwe schoenen die ze hadden gekocht. Zo. En dan zegt ze, ik zat mijn dagboeken van 2 jaar terug te redigeren en ik schoof er wat interessante citaten van Goethe tussen. Altijd Goethe. En dat doet ze dan vervolgens ook bij die scène in de trein. Dus dan lezen we even verder dat ze dus een vergelijkbare banaal gesprek. En ze is ook heel geborneerd, ze vindt gewone mensen ook heel erg. Terwijl in het Oostblok, waar de ervaringen authentiek zijn. Ja. Want zij is wat ik het ergste vind aan haar... Dat zit er diep onder, hè? Het beste onecht is. Precies, zij zelf is onecht. Dat vind ik het deerniswekkende van het boek... is dat het voortkomt uit een behoefte... om het lijden aan haar eigen onechtheid recht te zetten. En het Oosten is bedoeld om je erop te attenderen... hoe het echte leven hoe elkaar gaat. Ja. Mensen daar zijn evenveel genoegen. Zij is onecht. Ik heb niet zo moeten lachen als Dirk... maar ik heb me zo verschrikkelijk geërgerd... vanaf de allereerste bladzijde tot de laatste. Wat een afschuwelijke vrouw is dit. Wat een vreselijk cultuurkwezeltje. Echt afschuwelijk. En waar ligt dat aan? Waar het aan ligt is dat ze... Nou, nee, maar echt... Ze kan maar vellen, Alain. Ja, ze moet reizen om te kunnen denken... En ze heeft pagina's lang, hoofdstukken lang nodig... om zichzelf te portretteren als de intellectueel. Het is een Frans boek, hè? Ik bedoel, dat moet je... Nee, afschuwelijk. Oké, misschien is dat weer sexy. Okay. Dat het een Franse die enorme, manier van denken. Nee, wacht even. Die enorme haat en verachting van alles wat in haar ogen niet intellectueel is. Ja. Inderdaad... mensen die facturen of orders invullen, die kunnen nooit één gedachte hebben. Deel het rijk van de gedachten. En die inderdaad niet mooie boeken lezen en goede wijn drinken en mooie vriendschappen hebben. En ze kunnen elkaar ook nooit beminnen, want daar zijn ze veel te banaal voor. En ze hebben kinderen, dat is ook zoiets afschuwelijks. Ze is zo geheel opgetrokken uit clichés. Clichés uit de jaren 60. Ze kan ook alleen maar denken in... inderdaad, dat zij is geen toerist. Nee, zij zwerft door eenzame oude wijkjes. En dan komt ze een vrouwtje, tandenloos oud vrouwtje op een eteltje. En dan, dit is het waar. Het mooiste is, dat er komt een man die zich heel kort met haar bemoeit in de trein in Frankrijk. Want met dat reizen valt het overigens erg mee. Ze gaat turven. Ja, ze ziet niks. Is het grootste deel van het boek gewoon hotelkamer in Parijs. Frankrijk. Ja. Nee, ze gaat een aantal keren naar Amsterdam. Ze gaat een aantal keren naar Amsterdam. Respectabele afstanden. Niks. Groter dan je in de Jordaan aflegt. Ja. Zeker. Maar... Ik bedoel, ze komt een man tegen in de trein die zich kort met haar bemoeit. Het staat stijf van de walging. Ze zit op een trapje in Dubrovnik aan het water in de haven te schrijven. En er komt een onvoorstelbare platte
kinkel naar haar toe. Die zit... He, die zit dus eigenlijk alleen maar een beetje dom te gebaren. En probeert waarschijnlijk ook van... leuk wijfie. He, dat vindt ze allemaal heel diep. Dat vindt ze allemaal heel ontroerend. Die man is zo'n echte man. Dat staat toch iemand vrij? Ja, maar... Het staat iemand vrij om aanleidingen te zoeken. Nee, maar het is een pathologisch patroon in dat boek. Dat alles wat aan geen zijde... Het is een pathologisch patroon in de Franse literatuur. Ja, dat is een premisse gewoon als je begint te lezen. Ja. Het is een zeer Frans boek. Dat moet je erbij nemen. En af en toe is dat inderdaad, heb ik ook wel die reflex. Maar, ik bedoel, voordat ik kijk en u denkt dat jullie gelijk hebben, dat is niet zo. Want ik heb gelijk. Nee. Je kunt ieder boek natuurlijk weergeven op de manier dat die karikaturale, zoals jullie het, zeker zoals jij het beschrijft, ik vind het heel smakelijk. Maar is een absolute karikatuur van hoe zij schrijft. Want zij... Vind ik. Zij schrijft veel te precies daarvoor. En daar zitten af en toe de bovenmarktelijk... Ze heeft geen enkele observatie. Ze is overal. En na twee geen minuten observatie? Rondkijken, dan ligt ze dood op dat bed in die hotelkamer. Ja, ik ben het absoluut een beetje eens. Want ze gebruikt al die dingen die ze ziet. En dat kunnen hele kleine impressies zijn. Juist wel voor gedachten. Alleen de vraag is, zijn dat alleen maar clichés? Heb jij het gevoel gehad dat je... Ook die gedachten zijn clichés. Zij probeert op een gegeven moment een soort definitie van geschiedenis, of een aantal plaatsen definitie van geschiedenis te geven. En zoals zij dat doet, dat vind ik wel degelijk fris. Afgezien van het feit dat je altijd clichés gebruikt. Oké, maar zij is van het hele stapeltje de meest beschouwelijke figuur die erbij zit. Ik wil naar het laatste boek, want anders komen we daar niet eens meer aan toe straks. Dat zou inderdaad erg zijn. Want als er nou iemand is die het beschouwen zoveel mogelijk getracht heeft te vermijden, dan is dat Marques in Ontvoeringsbericht. Dit is het verhaal van een aantal journalisten in Colombia. Die worden ontvoerd in, ik meen dat het 1990 is, door handlangers van, of zelfs rechtstreekse employés van Pablo Escobar, de grote cocaïnekoning. Wat Marques gedaan heeft, is hun verhalen reconstrueren. En in een boek dat vol suspense zit, proberen aan te geven hoe die wonderlijke strijd in elkaar zit. Tussen drugsmafia en op zichzelf nette burgers. Nee dus. Dirk. Nou, dat vond ik het spannende van het verhaal. Was dat het deed mij heel sterk denken aan Herodotus. Hey, Marques aan Herodotus? Ja, dus... Iemand die recent verleden beschrijft vanuit het perspectief van ik ben een deel van de gemeenschap. Wij Colombianen. Hè, de bedoeling is ook dat door het lezen van dat boek de Colombianen zichzelf als Colombianen begrijpen. Nou, hij draagt het ook op aan het Colombiaanse volk. Precies. Wat een tamelijk en groot... En wat hij doet... Het Nederlandse boek, opgedragen aan het Nederlandse volk. Ja. En, het enige die dat er eens zegt is Reven. Maar dat is altijd die logisch bedoeld. Ja. En wat je ziet gebeuren, en daar komt het dus over die, laten we zeggen, niet... Kijk, in heel veel romans heb je symbolisch werkt het dan. Hè? Je hebt de goede en de slechte, tegenstrijdige krachten. Hier is wel duidelijk verschil tussen die heersende elite in Colombia, die op voet van oorlog verkeert met de misdadigersbende, die ook weer vloeiend overgaan in guerrilla-groeperingen met een meer politiek dan een misdadig karakter. Maar op een bepaalde manier lijkt het veel meer het verhaal te zijn van... Ja, dat die categorieën niet kloppen. Dat dus heen en weer vloeit. Dat er bijna een soort sprookjesachtige logica achter zit. Wat vind je dat Marques als groot romanschrijver, als Nobelprijswinnaar, met dat thema gedaan heeft? Hij heeft met de werkelijkheid, het gevoelens fressen van de recente geschiedenis, heeft hij een roman geschreven. Is het een roman? Nee, het is geen roman. Maar het is het materiaal van de journalist. Dat heeft hij heel gedegen en goed uitgezocht. En maandenlang gesprekken gevoerd met de betrokkenen of de familieleden van de gedode journalisten. En dat vind ik tegelijkertijd mooi. En ik vind het enge eraan. Het is... Hij schrijft zijn roman met het materiaal van de werkelijkheid. Nou, het enge is dat je niet weet waar de waarheid ophoudt en zijn verdichting begint. Dus, dat staat niet... Het is toch heel zakelijk gebleven? Is dat niet gewoon een bepaald type van geschiedschrijving? Waar je mythe en... Jawel, maar hij neemt het niet zo nauw met die afbakening. Uit de eerste hand van betrokkenen... Docudrama-achtig iets eigenlijk. Ja. Ik vond het als krantartikel, zal ik maar zeggen, het is wat lang, vond ik het geslaagd. Ja. Als roman had ik juist ongelooflijke moeite mee. Ik miste de schrijver. Omdat je de belangrijkste motor in het boek is die Escobar, de
cocaïnekoning. Ja. Maar is geen personage. Die komt er bijna niet in voor. En als hij erin voorkomt, wordt hij... Ja. Wat zeg je? Dat is ver weg. Juist weer door uitsparing komt hij wel naar voren, vind ik. Absoluut niet. En op het moment dat hij opduikt, dan wordt hij helemaal in een soort... Ja, mythologische waardigheid gelaten. Die man wordt tegen gezien in het boek. Hij blijkt een soort heiland te zijn. En de auteur accepteert dat. Dat is toch geweldig? Nou, ja, maar zo is dat gewoon. Wat ik daar ook miste was... Kijk, dat die man zo'n werking had in, laten we zeggen, de gebeurtenissen die hij wil verslaan. Ja. Dus oké, dat hij dat accepteert of daarmee dat recht in de ogen wil zien als schrijver. Natuurlijk. Maar het moet natuurlijk... Want ik ben dan benieuwd naar wat daar dan achter zit. Waarom dan? Eigenlijk blijft Marques aan de kant staan van die elite die zich verdedigen moet. En die zichzelf rechtvaardigen moet. En die op de wip zit. Want waar het om gaat natuurlijk is dat die Escobar het volk wel degelijk als een heiland verschijnt. Waarom dan? Ja. Waarom hadden ze geen moeite met die coca-handel? Omdat het vooral in het buitenland verkocht werd. Maar ik bedoel, zoals ook de bewakers vaak... treuriger eraan toe zijn. De bewakers van de ontvoerden. Van de ontvoerden. Die zijn er veel ellendiger dan. En die zijn ook gevangen. Maar die zijn levenslang gegijzeld door een situatie waar die mensen maar... Die komen er nooit meer uit. Zij zijn de gijzelaars van Escobar. Ja. Maar het curieuze is dat hij al die bijgelovige rimram accepteert en daar niks mee doet. Nog dat gaat hij verklaren waarom het charisma van die Escobar zo groot is. Nog ook waarom... Ja, die man die wordt opgevoerd als een man. Dat komt er wel uit, hoor. Hij beschrijft hem als een man met een lange baard. Nee, maar het volk gelooft hem. Het volk gelooft. Ja, dat is voornamelijk de werking van de media. En ook het gebrek aan vertrouwen in generaties politici. De media die zijn van die elite. Want iedere avond is er op de televisie een programma bestemd voor die ontvoerden. Nou, welke ontvoerden kan dat voor elkaar krijgen om iedere avond zijn tijd te claimen? Dat niet alleen. Maar het speelt zich af in de huiskamer van een van de ontvoerden. Worden serieus genomen. Maar zijn lege stoel. Ja. En daaromheen worden objecten uitgestald zo als seintjes... naar de ontvoerde toe. Ja. Met allemaal boodschappen worden... Uit hun persoonlijke... Welke mythische waas overheen te hangen. Ja. In ieder geval. Ja. Je zit om je neus te zwijgen. Ik zal tegen de haren instrijken. Ik hou niet zo van Marques. Ik vind het een superieure streekromanschrijver, maar ik heb met die streek niks te maken. Maar ik vind wel dat het in zijn roman... Ik heb bijvoorbeeld 100 jaar eenzaamheid zelfs niet uitgelezen, maar ik vind het wel een groot stilist. Vind je dit een grootste? Nee, dat is hem juist. Nee, dat was mijn gigantische koude douche. Ja. Dat boek is stilistisch, vrijwel kraakt nog smaak aan. Ja. Het is inderdaad een enorm lang krantenartikel. En dat vind ik het allergrootste bezwaar daartegen. Ik verwacht iets meer van de Nobelprijswinnaar. Ook als het een krantartikel is. Maar denk je niet dat dat bewust gedaan is? Om het zo direct mogelijk te Ja, maar tegelijkertijd doet hij dat niet. Door dat mythische waas dat hij creëert. Ja, dat is waar. Nee, maar dat is mijn bezwaar ook. Een van de interessantste fenomenen in het boek is... op een gegeven moment gaat het over het decoderen van de boodschappen van Escobar. Ja. Dat hele linguistische fenomeen. Wat bedoelt hij exact? Ja. En dan geeft hij blijk van bewondering voor de ongelooflijk beknopte manier... waarop hij blijft heel beleefd tegenover die Escobar. En dat gaat natuurlijk Escobar, over de... die wordt dan ook afgeschilderd als iemand die goed kan spellen. Die behoorlijke zinnen kan schrijven. Die nog mededogen heeft. En het gaat dus over een stijl die hij als het ware wel... En enigszins lijkt te imiteren in het boek, namelijk heel beknopt en heel droog. En dus bewonderenswaardig, daarmee red je als het ware de feiten van de fictie. Het zit ook vol met een soort sprookjesachtige typeringen. Dat was Dat is zo. Nou, dingen als... Ik kreeg onmiddellijk het gevoel alsof ik een sprookje van Grimm zat te lezen, weet je wel. Of volkslegende. Hoor, cocaïnehandelaar bij Grimm. Ja, nee, maar je krijgt dus hij was echt een man uit Antiochia. Wat zijn dat voor mensen? Nou, en dan lijkt het wel alsof hij zo'n diersoort beschrijft, weet je wel. Gemoedelijke beren. En ook zo'n gezellige familie. Ja. Dat vond ik een beetje Daniel Schellenhaven, wat je nu zegt. Ja. Nee, maar dat doet hij dus steeds. Dat doet hij ook bij de typering van karakters. Die hoofdfiguur in het tweede deel van het boek, die Villa Mizar, die man van een van de ontvoerde vrouwen. Die dan gaat proberen te onderhandelen. En eigenlijk de enige van die elite is die werkelijk probeert een common ground te vinden met die Escobar. Ja, en dat is ook de man met wie Marques zich identificeert. Precies, hij wordt heel belangrijk. Hij kiest zijn standpunt in het verhaal. Maar eigenlijk, die man
blijft een soort bordkartonnen figuur. Dat is een soort ideale onderhandelaar. Ik had geen empathie, geen... Nee. Nou, de enige naar wie ik echt nieuwsgierig werd, was die Escobar. Ja. Die komt het minst uit de verf. En die komt het minst uit de verf. Ik vond het eigenlijk een saai boek. Maar dat kan ook bijna niet anders. Saai kan je het niet doen. Er zit een spanning in. Maar de spanning is de spanning die je iedere dag in de krant kunt lezen. Niet helemaal. Je wordt wel deelgenoot gemaakt. Maar ik woon in België. Dat is veel spannender. Ja, dat is wel heel spannend. Krijgen we nu dan. Maar ben je hier wel eens s'avonds laat opgebleven? Maar vinden jullie dat je... Waar zit nee, dan? Wat ik spannend vond was het carnavaleske tafereel wat zich ontvouwt als in-depth die ontvoeringssituatie wordt uitgeschreven. Ja. De vreemde, de potsierlijke bedoening die je krijgt van het leiden van zo'n dagelijks leven. Wat ik heel mooi vond was dat om de situatie beheersbaar te houden, moet dus eigenlijk voortdurend dingen gebeuren die strijdig lijken met het feit dat je iemand gijzelt, geweld, onderschot. Ze worden niet geïsoleerd van de buitenwereld. Nee, een van de belangrijkste attributen in de kamer waar ze zitten zijn radio en tv. Ja, dat is het eerste wat ze krijgen. Dus dat is toch weghalen. Als ik nou iemand zou ontvoeren, dan zou... Als er een dode valt. Dat doen ze wel in Libanon, die verhalen zijn ook veel gruwelijker. Waar mensen echt tot een soort... minder dan dieren werden gedegradeerd. Hier blijven ze mensen. Maar dat komt volgens mij ook omdat die bewakers zelf... zulke labiele, rare figuren zijn. Maar zeg, als jij mensen zo ontvoeren, hoe zou jij ze dan martelen door te blijven praten? Nou, laten we dat hier niet doornemen, want dat wordt een beetje te link. Nee, maar je begrijpt maar wat ik bedoel. Maar mag je in het hoofd duiken van iemand die dood is? Mag dat? Ja, dat vind ik dus. Dat, ik, nee, maar dat hij gebruikt er een dagboek voor. Bij die Diana... Bij Diana een dagboek en bij die Marina is er eigenlijk niks. Jawel, dan heeft hij twee bronnen. Dat zijn die dames die met haar in één kamer ja, zitten. Ja, dat wel. En dat zijn zijn getuigen. Jawel, nee, maar dat zijn buitenstaanders. Maar hij kruipt ook in haar hoofd. Ook op het moment dat ze vermoord gaat worden. Ja, maar goed, dat is juist dat je van de romanschrijver mag verwachten. Jawel, maar mag een journalist dat? Daar hebben we het over. Ja, ik geloof wel dat je... Historici doen het ook. Als je een klein beetje begrip wil hebben voor iemand, dan mag je op basis van... Ik denk dat haar familie het doet. Ja, hij lijkt helemaal bang voor zijn eigen stilistische kunnen. Dat hij dus ook helemaal niet aanspreekt. Ik heb dat gevoel. Hij houdt zich in omdat hij bang is dat hij onmiddellijk gaat zitten fantaseren. Als hij de stijl werkelijk los gaat doen. En dat hij dus die mensen en de zaak geen recht zou doen. Toch is dat wat je het hele boek zit te verlangen. Ja. Het hele boek zit je te denken. Waar is de auteur van Liefde in tijden van cholera? Ja. Waar is de auteur van de kolonel krijgt nooit post? Want je wil juist dat hij zijn verbeelding loslaat op het onderwerp. Ja. En dan zit je toch weer een beetje en terug te kijken naar Volman. Volman die registreert, maar dat zeker niet doet met het uitschakelen van zijn verbeelding. Nee. Ik denk dat we... Het mooiste boek. Wat zeg je? Ja, dat vind ik... Daarom is dat het mooiste boek. Het is niet over eens. Ja, nou ja, goed. Michael en ik zijn het niet met je eens. Nee, dat sowieso niet. Waarbij ik bovendien niet genoegen neem met verbeelding alleen, maar ook nog wel enige reflectie zou willen hebben. Ik denk dat we ze recht gedaan hebben door ze zo fel tegenover elkaar te zetten. We zijn aan het einde van dit gesprek. Ik wil de gewoonte de vorige keer begonnen nu volhouden en... Eén boekje noemen waar we hier helemaal niet over spreken, maar wat ik wel met ontzettend veel plezier gelezen heb. En dat is de nieuwe bundel, jij mag nu meekijken, van Mirjam van Hee, Achter de Bergen. En als een volleerde dagsluiter zal ik er eentje voorlezen. Speciaal met het oog op Dirk, die zo het over sprookjes heeft vandaag. Sprookjes, ik ben je achterna gegaan, maar ik vond je niet. De wind was ongenadig, kou steeg uit de grond omhoog. Ik dacht aan sprookjes waarin wie fouten maakt verandert in een boom, een steen, maar ik geloofde niet in sprookjes. Ik geloofde in seizoenen, in dag en nacht, in eens en ooit. Ooit zou ik je vinden. Er was leegte die gevuld zou worden, wind die luwen zou en straks de zon die als een zoeklicht langs de hellingen zou gaan. Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan deze discussie en u voor uw aandacht. Ja, wat leuk dat we het allemaal eens waren. Maakt het gewoon leuk. Ik denk dat we toch allemaal wel ongeveer 80% gezegd hebben van de sterkste dingen die we over ieder boek zouden kunnen zeggen. Zo voelt het. Nee, maar bovendien, ik heb het... Doordat ik vanuit deze, verschillende standpunten. Ja, maar door wat jij van Volman, heb ik mijn visie nog een beetje aangescherpt om het gesprek interessant te maken. Ja, ik meen het wel, maar ik heb het expres wel aangegeven. Maar dat is altijd ervaring, want in die gesprekken stond vervelend. Als je niet enigszins een tegenstelling creëert en dat terug te laten komen, nu waren we het aan het eind tamelijk eens. Maar ik vond het wel grappig, want die zaal nadenken, ik zag een volta, een omkering. Dat is de eerste tegenover wat jij zat.